First Lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft gisteren de derde editie van het Transmontana Forum in Dakhla, Marokko, toegesproken. Tijdens haar toespraak ging de First Lady in op de rol van de vrouw bij de integratie op politiek en economisch gebied. De First Lady is uitgenodigd door de organisatie van het Transmontana Forum om namens Suriname op te treden als keynote speaker tijdens de Wereldforum van 16 tot 21 maart in Dakhla. De organisatie staat onder supervisie van het Koningshuis van koning Mohammed VI van Marokko. Met de First Lady is meegereisd ambassadeur Harvey Narendorp, niet-residerende ambassadeur van Suriname in Marokko. Aan de summit participeren 2000 participanten uit ongeveer 150 landen. Verschillende prominenten hebben bij deze gelegenheid opgeroepen tot samenwerking voor versterking van de Zuid-Zuid-relatie. Jesse Jackson, initiatiefnemer en president van Rainbow Push Coalition, is een speciale gast van het Transmontana Forum. Hij riep tijdens zijn spreekbeurt op tot gebed van de gehele mensheid.